Hoorde geloof ik dat er in China een run is op scheidingspapieren. Nou, ik weet niet hoe dat bij ons gaat zijn, maar ja, so far so good. Maar ja, we kijken het per dag. Ik ben foodblogger van beroep en ik schrijf voor gewoon met een studentje s'avondseet.nl. Dus ik sta veel in de keuken overdag, maar ik ben ook gewoon veel bezig met mail wegwerken, blog schrijven, inspiratie geven voor avondeten. Ik zit ook gewoon thuis en met mij zit opeens mijn vriend hier thuis. Dus dat is wel een beetje een uitdaging. Maar ja, weet je, ik werk al 4 jaar vanuit huis. Dus ik weet wel een beetje wat ik moet doen en hoe ik mezelf productief hou. Mijn eerste tip voor de thuiswerkers is dat je gewoon op moet staan. Want uitslapen voelt heel aantrekkelijk, denk ik. En dat zul je ook ongetwijfeld wel een paar keer doen. En dat is ook prima. Maar het is toch voor je productiviteit wel lekker om op een normaal tijdstip op te staan. Wat je normaal eigenlijk ook zou doen als je naar je werk zou gaan. De tweede tip is, maak een planning. Dat is voor jezelf is het wel zo duidelijk om af te kaderen wanneer je aan het werk bent. En wanneer je bijvoorbeeld met privé dingen bezig bent. Want je zit natuurlijk in je privé situatie. Dus zet voor jezelf op een planner of in een planner wanneer je aan het werk gaat. Welke taak je dan gaat uitvoeren. Volgende tip is, kleed je fatsoenlijk aan. En doe make-up op. Zorg ervoor dat je gewoon eruit ziet zoals je er normaal ook uitziet als je naar je werk zou gaan. Dat zorgt er echt voor dat je wat productiever voelt. Want het is echt heel aantrekkelijk om nu vet in je joggingbroek te gaan zitten werken. Dat is ook echt heel lekker. Maar bewaar dat gewoon een beetje voor vrijdag. Dat is sowieso een beetje zo'n hangerige vibe. Je zei al, je vriend zit hier ook thuis te werken. Hoe is dat voor jullie relatie? Nou, tot nu toe gaat het nog goed. Alleen gisteren hadden we wel een dieptepunt. Toen zaten we met z'n tweeën een soort van Marco Borsato te zingen. Dat ik dacht, wat gebeurt hier? Als dit 3 weken duurt. Ik hoorde geloof ik dat er in China een run is op scheidingspapieren. Nou, ik weet niet hoe dat bij ons gaat zijn. Maar ja, so far so good. Maar ja, we kijken het per dag. Volgende tip, ga zolang het nog kan naar buiten. Het is echt heel belangrijk om eventjes uit je hok te komen. Want dat doe je normaal natuurlijk ook als je op kantoor werkt. Dan ben je aan het reizen naar kantoor. Je komt gewoon echt eventjes buiten. Dus ga dat vooral nu ook eventjes doen. Zorg voor a change of scenery. Volgende tip is, zorg ervoor dat je werkomgeving een beetje opgeruimd is. Je mag zo'n clean desk policy misschien op kantoor onzin vinden. Maar het is in je eigen huis toch echt wel lekker als het een beetje opgeruimd is. Dat je zo min mogelijk afleiding hebt van, oh, ik kan wel even de vaatwasser gaan uitpakken. Of, oh, ik zie daar nog een rommeltje liggen, laat ik dat gaan opruimen. En als laatste tip wil ik meegeven dat het zitten op de bank wel heel comfortabel is, maar dat is gewoon niet het allerbeste voor je productiviteit. Voor de productiviteit is het echt beter om toch met je luie bips van de bank af te komen.